Hallo, mijn naam is André Kuipers, astronaut voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En ik had het genoegen om twee maal naar het internationale ruimtestation af te reizen en daar in totaal 204 dagen te verblijven. Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan experimenten en technische zaken voor de toekomst van de ruimtevaart. Maar ik heb natuurlijk ook de kans om naar buiten te kijken. Een van de eerste dingen die je gaat zien is kijken of je Nederland kan vinden. Nou, Nederland heeft het grote voordeel dat er heel veel land-water zijn. Mensen vragen wel eens of je de Chinese muur kan zien. Nou, die is heel moeilijk, want die heeft dezelfde vorm en kleur als de omgeving. Maar in Nederland kan je heel goed bijvoorbeeld de afsluitdijk zien en de delta werken. Ik heb zelfs bijvoorbeeld de oude kerk veel meer eens op, want hé, hey, ligt daar niet het vijfde Kessel? Nou, dat is natuurlijk een grapje, maar je kan heel goed de, de grens tussen land en water zien in Nederland. Maar ook de hele planeet zie je onder je doorgaan. En de aarde is heel mooi om te zien. Als je er recht naartoe kijkt, zie je prachtige kleuren. Turquoise wateren bij de Bahama's, rode woestijnen in Australië. Maar zodra je er een beetje langs kijkt, dan is het net alsof de aarde in elkaar schrompelt. Dat het een soort levende cel wordt met een heel klein, dun membraantje eromheen. En ineens besef je hoe klein en kwetsbaar die planeet van ons is. Dat begon eigenlijk met de vluchten van Apollo. Met Apollo 8 zagen mensen voor het eerst... Die kleine blauwe bol. We weten wel dat we op een bol leven, maar als wij naar buiten kijken lijkt de aarde plat en de lucht oneindig. En nu, sinds Apollo, konden we zien dat de aarde eigenlijk maar een hele kleine kwetsbare oase is in een heel vijandig helal. Koud, leeg, veel straling. Daar moet het mee doen. De term ruimteschip aarde werd toen ook geboren. Wij zijn allemaal astronauten op een ruimteschip met beperkte voorraden en daar moet je voorzichtig mee omgaan. De aarde is heel mooi, maar je kan ook duidelijk menselijke activiteit zien. Landbouwgrondjes, architectuur, maar ook bijvoorbeeld negatieve dingen. Je ziet ontzettend veel lichtjes in de oceanen s'nachts. Allemaal visserschepen. Heel veel als indicatie dat we een beetje met overbevissing bezig zijn. Wat je ook ziet is heel veel bosbranden. Daardoor erosie van bossen die weg zijn, vruchtbare grond die wegstroomt. Luchtvervuiling. Heel veel dingen kan je zien. Onder andere ook in de bergen de kletjes. Prachtig. Maar kletsjes zijn aan het verdwijnen over deze planeet. Overal in de wereld zie je hoe kletsjes minder worden. En dat is in Nieuw-Zeeland, dat is in de Alpen, maar ook bijvoorbeeld in de Himalaya. En er zijn heel veel mensen afhankelijk van dat zoete water. Dus het verdwijnen, het opwarmen van de aarde leidt tot het verdwijnen van zoetwaterbronnen, smeltwater uit de rivieren. Dat is een van de grootste problemen die gaat optreden. Wat je ook kan zien, zijn prachtige koralen. Great Barrier Reef in Australië, maar koralen staan ook erg onder druk. De oceanen stijgen omdat de ijskappen aan het smelten zijn. Dat betekent dat koralen het niet prettig vinden, komen dieper te liggen. Ze worden warmer, de oceanen vinden koralen ook niet prettig en ze worden zuurder door het invangen van de kooldioxide. De opwarming van de aarde kunnen we vanuit de ruimte heel goed meten. We hebben satellieten die allerlei zaken op de aarde meten. Luchtvervuiling maar ook bijvoorbeeld temperaturen in de oceanen, zoutgehalte in de oceanen. Allerlei zaken die we vanuit de ruimte daadwerkelijk elke dag meten. Dat wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. En we meten dus ook bijvoorbeeld de diktes van de ijskap. En we zien door de opwarming van de aarde dat die ijskappen aan het verdwijnen zijn. Op de Noordpool is straks geen ijs meer in het water. Er gaan nu al cruiseschepen door de Noordwestpassage bij Canada, wat vroeger ontoegankelijk gebied was. Er zijn allerlei effecten natuurlijk, het verdwijnen van die ijskappen. Op de flora en fauna, de, 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 de ijsberen en de zeehonden, maar ook op de economie. Je krijgt andere scheepvaartroutes, omdat het ineens toegankelijk gebied wordt als er geen ijs meer is. Het ijs op de Noordpool, dat ligt al in het water. Daarvan gaat de zeespiegel niet omhoog. Maar het ijs bijvoorbeeld op Groenland is kilometers dik landijs. En ook dat is aan het smelten. En dan zal de zeespiegel meters gestegen zijn. En op Antarctica, nog veel meer ijs, begint het ook te smelten. Dat heeft grote gevolgen natuurlijk voor ons land, waarvan de helft onder de zeespiegel ligt. We hebben satellieten die op millimeterniveau verzakkingen en verschuivingen kunnen meten. Zoals bijvoorbeeld onze dijken. Ze kunnen op die manier vanuit de ruimte ook voor de veiligheid van ons land zorgen. Want het stijgen van de waterspiegel is voor heel veel landen een groot probleem. Een land als Bangladesh krijgt daar grote problemen mee bijvoorbeeld, want die hebben niet van die goede dijken die wij hebben gehad. Wij hebben natuurlijk al lang te maken met watersnoden. En door de opwarming van de aarde, dat wordt steeds meer, de laatste 16 jaar... ...is dus 14 van die 16 jaar zijn er hogere temperaturen dan normaal gemeten, bijvoorbeeld. En als het doorgaat met die opwarming, doordat de broeikasgassen niet afnemen... ...zoals kooldioxide, maar ook bijvoorbeeld methaan... ...dan zal het wel 4 graden stijgen, met alle gevolgen van dien. Daarom is het van groot belang voor ons land... Om ons daarvan bewust te zijn wat de gevolgen zijn van die opwarming van de aarde, de klimaatverandering. Daar moeten we wat aan doen. Dat betekent goede dijken bouwen op die plekken waar het echt nodig is, waar het water een bedreiging gaat vormen. Overal worden de handen geslagen om de energietransitie voor elkaar te krijgen en om te zorgen dat de Parijse akkoorden worden nagestreefd. Ook het KNMI en het Watersnoodmuseum slaan de hand in een. Op deze klimaattentoonstelling wordt duidelijk gemaakt wat de gevaren zijn van de klimaatverandering voor Nederland en andere plekken op deze planeet. De waterveiligheid is in het geding. Het is mijn grote eer om deze prachtige tentoonstelling, Watersnood door klimaatverandering, te openen.